En super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie een kledingkasttour. Ik ga laten zien wat er nu het nog niet zo warm is, wat er in mijn kledingkasten zit. Want het lijkt me leuk om in de zomer ook een kledingkasttour op te nemen. En dan te laten zien wat mijn zomerkleding is. Dus laten we snel beginnen. Nou, dan is dit eerst mijn kledingkast met wat leuke beeldjes erop. En ja, dit dus. Nou, doe ik hem even open. Zo. Dan hebben we hier als eerste plank met mijn pyjama's en ondergoed en ja, nachtjapons. Dan hier heb ik alvast ja, twee dingetjes wat ja, wel voor zomer, want je kan in de winter alsnog gaan zwemmen. Namelijk badpak en een paar hemdjes. Dan hier twee stapels met t-shirts. Heb ik een beetje op kleur gelegd. Hier een blauwe en mijn nieuwe polo. Die is echt heel leuk. Die heb ik gescoord. Echt superleuk. Oh, kan ik ook leuk gebruiken voor paardrijden. Zo. Dus die polo. Ja, en daaronder liggen ook nog twee ja, polootjes. En dan mijn groene shirt, blauw. En wit en roze. Dan hier grijs, zwart, rood en oranje geel. Dan heb ik hier mijn truien. Dit is mijn lievelingstrui. Dan heb ik hier nog roze. Rood nog een kersttrui. Nou, dit zijn de onderste twee super dik. Dus die zijn veel te warm voor nu. Dan hier wat, ja, ik noem het altijd t-shirts met lange mouwen. Ik weet niet hoe jullie het noemen, maar ja, zo noem ik ze dus. En een van mijn favorieten is deze met die bloemetjes. Dan hebben we hier mijn broeken. Nou, hier hebben we leggings. Hier heb ik gewoon mijn donkere broeken met panterprint. Even kijken, het ding is wel heel hoog. Ik zet even het licht iets lager, zo. En hier heb ik dan een flared broek en een groene broek en een glitterbroek. Heb ik hier een aantal spijkerbroeken ook. Best wel veel. Het zijn gewoon bijna. Deze drie zijn allemaal hetzelfde. Dan heb ik hier een aantal rokjes. Nou, een zwart rokje. Een geprint en een grijs rokje. Dan heb ik hier, die ik nu niet kan gebruiken, want paardrijden doet het niet. Heb ik vestjes. Mijn paardrijbroeken. Ik heb twee dezelfde. En een bordeauxrode en een witte wedstrijdboek. En dan hier nog wat paar oude truien. En t-shirts en hemdjes. Dan heb ik hieronder een poncho. Een stapel met pennies. Penny douche ding. Een penny kleed. En een zwemband. En wat paardenboeken. Nou, dat is dus mijn... Ik zal even overview. Mijn eerste kast. Dan gaan we naar de volgende. Met deze geweldige... Waarom is het licht zo? Geweldige. Ja. Deurposter. Nou, beginnen we weer bovenaan. Heb ik wat vliesdekens, mijn cavia, vervoermandje en nieuw beddengoed. Dan hier heb ik ook alles op. Ik zal het even zo laten zien. Op kleur hangen. Dan beginnen we hier. Wel, hier heb ik een North Face jas. Wat is dit? Oh ja, ik heb een nieuwe jurk gekocht. Super leuk. Kijk, zo. Dan heb ik nog een wit blouseje. Een, hoe noem je dat? Een Colbert jasje. Ik zal het even zo doen. Een jurkje. Een leuk vestje. Een groene jas van Guess. En ja, deze is van de Sena. Een leuk groen jekje. Een leuk lege jurkje. Nog een groen jurkje. Poncho. Een bomberjekje. Een spijkerjekje. Echt een van mijn favorieten. Heb ik hem ooit bij de tweedehands kledingwinkel gevonden. Een zwart vestje. Nog een zwart vestje. En ik heb nu trouwens ook... Ik zal zo meteen de auto laten zien die ik nu aan heb. Superleuk. Ja, truitje. Een zwart jurkje. Nog een zwart grijs jurkje. Een winter. Ja, dit is echt een superleuk
winterjurk. Ja, dit is trouwens de onderkant. En dan een nieuw zomerding. Die heb ik niet, de knoopjes dicht, maar maakt niet uit. Dan nog een zomerjurkje met leuke bloemetjes. Nou, nog een zomerjurkje. En deze hangt binnenste buiten. Ik weet ook niet waarom, maar het is ook een jurk. Dan een leuk, super, super leuk topje. Een bruin topje. Een vestje. Super apart. Nog een leuk jurkje met aan de onderkant. Ja, dit. Deze is nog iets groots. Ik moet nog even wachten maar tot ik hem aankom. Maar het is echt super leuk. Printje met aan dit bij de kraag en bij de mouwen. Dan een leuk blouseje met van die flare mouwtjes. Dan een super leuk die ik ook vorig jaar bij de Sena heb gescoord. Een super leuk jurkje. Dan heb ik hier een geel hemdje van de Primark. Een nieuw. Een leuk spijker. Ja, katoenen blouseje. Nog een blouseje. Een jurkje. Super, echt super leuk. Kijk, met aan de onderkant van die dingen. Een blauw jurkje. Een spijkerjasje, ook nieuw. En die is trouwens ook van zo'n Italiaanse merk. Dan van Tunte. Een leuk vest. Nog een jurkje. En een gala jurk. En nog een twee superleuke jurkjes. Nou, en daaronder heb ik dan mijn tassen. En nog wat jassen en schoenen en zo. En dan is dit de binnenkant van de deur. Spiegel. Tekening. Posters. Dan heb ik hier nog drie badjassen. Deze. En dit zo. Superleuk. En dan hier nog een kapstok met een leuk Chinees ding. Ook zo'n vest. Mijn lievelingsvest en een lekker fluffy vest. Want hij heeft zo van een soort van nepwol aan de binnenkant. Want ik kan er niet echt tegen, want dan gaat het jeuken. Nou, dan hoop ik dat jullie deze claimtour leuk vonden. Vergeet er vooral geen duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Tot de volgende video. Doei!